Als je deze foto wil downloaden, kun je de link hiervoor vinden in de beschrijving. Selecteer verwijderen. Modus: verwijderen. Selecteer generatieve AI. Selecteer het gedeelte van de foto dat je wil verwijderen. Klik dan op toepassen. Je hebt nu 3 variaties waaruit je kunt kiezen. Als je niet tevreden bent met deze opties, kies je voor vernieuwen. Je hebt nu 3 nieuwe variaties. En zo kun je alle ongewenste personen en objecten verwijderen.